Welkom iedereen bij de opnieuw een livestream van Chief. Deze keer een spel volledig buiten mijn stijl, namelijk Final Fantasy 15. Specifiek de demo, dus namelijk Final Fantasy 15 episode The Sky, of dat je het ook mag uitspreken. Ik ben volledig nieuw voor Final Fantasy, laat dat duidelijk zijn. Ik heb het spel, de reeks amper gespeeld. De eerste en enige Final Fantasy die ik ooit gespeeld heb is Final Fantasy X. En dat was nog op PlayStation 2. Met de Blitzball onder andere. En sindsdien nooit meer de reeks aangeraakt. Dus het is vrij exclusief dat je mij dit ziet spelen. In een zekere zin. We zijn dus momenteel, ikzelf, als ene kerel met fancy haar. Met zijn naam even kwijt. Final Fantasy 15 is denk ik dat die kerel noemt. Ik ben echt zijn naam gewoon kwijt. Ik ga er even over nadenken. Nou, ik zal er misschien nog op komen terwijl ik aan het spelen ben. Laat het niet de livestream afremmen. Eens kijken naar deze site. Dus momenteel zijn we eigenlijk op jacht, voor het zo te zeggen. Namelijk naar een groot beest dat op een bord aangegeven werd als wanted. Dus ons doel is om dat beest te zoeken en op die manier een reward voor onszelf op te strijken. Ik denk dat die kerel Noctis noemt. Denk ik plots, maar ik weet niet zeker of dat zo is. Dus moest iemand dat kunnen opzoeken? Noctis is zijn naam. Maar ik ben het natuurlijk niet volledig zeker. Samen heeft hij vier vrienden die continu met hem meelopen. Dus die samen met Noctis meelopen. En deze zijn Gladiolus, Amictica of zoiets. Of Amici. Amicti. Ja, nee. Amiciata. Alright, you hate box. Ja, kijk, dus dit is Noctis. En Prompto is de blonde kerel. En dan hebben we nog eentje. En de laatste dude is Ignis, dacht ik. Ignis is die brede kerel waarmee dat je ook kan sparren. En hij leert jou ook de tactics of de vechtstijl. Dus eens kijken voor een potje te vechten, hè. De basics die Mark mij gegeven heeft, is dat Final Fantasy altijd anders is. En dat deze dus ook wel opnieuw enkele veranderingen met zich meebrengt. En voornamelijk dan het vechtsysteem, naar mijn weten. Want ik weet nog goed, het vechtsysteem bij Final Fantasy X was was turn-based, volgens dat ik mij herinner. Terwijl nu is het meer actievechten dat je doet, dus dat je echt op het moment zelf kunt slaan met je zwaard wanneer dat je wilt. En dat is dus opnieuw, is nu het geval in Final Fantasy 15. Persoonlijk heb ik wel de opmerking bij het vechtsysteem dat het iets te makkelijk is.
Ooh, all those birds flying. Dag Alexius, dag Nick. Welkom bij de livestream. Nou, op naar de volgende quest. Alle quests worden ook opgelijst in een questlog. Die je dus op de kaart kan zien. Dus nu gaan we naar Dead Eye's Path. Ja, dat de laatste is voor onze hunt. Je ziet hier trouwens ook de kaart van Duskari. Op zich een vrij groot gebied toch voor een demo. Het is niet extreem groot, maar toch mooi als voorsmaakje van de game. De rode lijn wordt groter naarmate dat je gezien wordt, hè. Ik ga nu eens kijken of dat mij lukt. Nee. Tum. Mooi graphics deze game. Ja, dat valt toch wel op. Final Fantasy XV is een mooie game. Allee, toch zeker als je het vergelijkt met de andere delen. Die op zich ook niet slecht zijn, maar toch. Spreekt deze er wel een beetje bovenuit. Persoonlijk vind ik wel dat je toch nog ziet dat het een beta is. Of een demo. In de zin van dat bepaalde textures toch nog iets scherper kunnen en zo. Maar al bij al, ik ga niet klagen. Ik vind het een mooi spel. En als graphics hoe, zoals Mark mij soms wel noemt, ben ik zeker tevreden. En denk het bekendste personage van Final Fantasy voor mij is de Chocobo's. Die we hier zien. Maar blijkbaar moet ik eerst ervoor zorgen dat de wetlands safe zijn. Vooral hier dat ik erop kan rijden. Op deze prachtige kippen. Het is ook wel tof dat de personages zo reageren op de omgeving rond zich. Bijvoorbeeld daarnet had je zo die korte interactie. Dat ze reageren op de chocobo's die ze zien. En dan zijn ze van die kleine dingen die toch wel iets levendiger maken. Shall we feed the birds again, dear? Oh yes, I love watching their little beaks peck at their greens and grains. Okay, thanks for the info. Ah, kijk, hier zie je dat beest waarop dat we aan het jagen zijn. Dus beware of Dead Eye, last seen in the woods, reported to be a one-eyed, one-horned, purple, people-eating animal. Moet waarschijnlijk nog bijstaan. Maar dat is dus het beest waarachter we jagen momenteel. Hey. The great taste of Gizelle Greens. Now in bedside form. Kan ik kopen met die kerel? Ja, lol. What's that? Come around looking for a chocobo ride. Well, you're out of luck. They're not ready. Blijf mij ook 400 gil. Portable that relieves a state of danger and restores a bit of max HP. Path with Alstroms. Ook al heb ik totaal geen idee wat Alstroms zijn. ik voel mij zo een noob in Final Fantasy. Nou, ik ga gewoon iets kopen. Een potion. Kan ik sowieso niet met mis doen. Dat is ook het enige dat hij een stok heeft, blijkbaar. De rest heeft hij niet een stok. Ah, toch wel. Een ei. Ah, dat is hetgeen wat ik een stok heb. Ah, oké. Okay. Lol. Nou. Yo. Ik heb iets gekocht. Doei. Ah. Oké, okay.
Daarjuist ben ik wel dom geweest. De namen staan zo gelijk in de rechteronde hoek van het scherm. Noctis, Gladiolus, Ignis en Prompto. Het enige wat mij momenteel nog wat stoort is dat hij snel uitgeput is. Onze Noctis. Natuurlijk, ja. Het kan misschien zijn dat hij in de volledige game upgrades krijgt, terwijl hij langer kan lopen of zo. Something off. Here we go. Ooh, what is that? Let's find out. Well, danger, no entry, behemoth in area. Dat is de dude die we moeten kopen. Vermoorden. Cel, moet dat niet cel met dubbele L zijn? Ja, ik heb er niet op gelet. Was het met mijn enkele L? Het moet inderdaad met twee L'en zijn. That ice den is fraught with danger. Now would be a good time to make camp and prepare. Oké. Zijn ook collectibles, tiny feathers. Easy as they come. Gotcha. Fight the bastards. Oh, button bashen. Ah, maar dat ook kunnen. Toen is is normaal gezien warpen. Stop met springen, beest. Dum dum dum. Ja, chance dat ik ook teammates heb die goed zijn. Hey, teammates. En het wordt mister. Go true. Man, could beast seen, dude. I want to see that purple one-horned, one-eyed beast. Allee, die kerel is in dat gat gegaan, heeft even een secondje stil gezeten en het is in orde. Ik mag komen. Ik kom wel uit NL, maar niet uit Brabant. Luke, the one-eyed, one-horned beast. Spannend. Let's do this.
Zijn er andere camerastandpuntjes mogelijk? Bij mijn weten niet, nee. Oh my god. What is he doing? Bij mijn weten is er maar één camerastandpunt. En dat is third person. Achter Noctis. Zonder... Allee, het is niet dat je dichterbij Noctis kunt kijken of verder van Noctis. Het is altijd hetzelfde. Tenzij dat gestimuleerd wordt vanuit een cutscene. Destination updated. Noctis raakt ook uitgeput tijdens het vechten, voor de duidelijkheid. Naarmate dat aanvalt, loopt zijn bar leeg, dat blauw balkje. En kan hij dus niet meer zo warp doen. Oh, dat hij geen deugd. Mijn charges, HP, vast to zero. Oei. Items, potion. Prompto heeft een antidote nodig. Al die beesten met. Ze zijn blijkbaar wel een gradatie sterker, mij gedacht. Nog geen beest zeker. Hoe groter dat je vijanden zijn, hoe moeilijker ook. Zo weet dat je hier links ziet, dat lijkt nu wat stom hangen. Maar je ziet wel dat dat beest groter is dan dat je dat ik nu vermoord heb. Dus dat was iets makkelijker van leven dan het beest dat ik daarnet moest killen.
Het is zo onoverzichtelijk voor mij. Voor mij ook wat. Door de camera-standpunt vooral. Ja, het is. Het vechten vind ik momenteel redelijk chaotisch. Het kan ook misschien aan mijn vechtstijl liggen in dat spel. Dat ik totally newish ben om dat spel, maar. Persoonlijk heb ik ook zowel het gevoel dat vechten vrij eentonig is. Dus het is alleen maar vierkantje bashen dat ik moet doen. En. Alleen duwen voor ja, in defense mode te gaan. En persoonlijk vind ik dat voor een vechtsysteem heel kortzichtig of te weinig uitgebreid. Het kan misschien zijn dat dat uitgebreider moet of zo. Dat uitgebreider wordt in het volledige spel of naarmate dat ik de demo speel. Kan natuurlijk, maar. Ja, dat is iets dat ik nu nog niet weet. Waarvoor dat we eigenlijk een beetje Mark zijn expertise missen momenteel. Dus nu moeten we dat beest volgen. Ik moet natuurlijk zien dat ik hem niet kwijtraak in dit o zo mistige gebied. Want ondanks dat koebeest redelijk groot is in omvang, is de mist wel vrij dicht. Gek genoeg kan hij mij soms zien. In de dichte mist. Ja, dead eye noemen ze hem. Omdat hij maar één oog heeft. One-eyed purple beast. Loop gewoon door. Er is hier niets. Ik ben hier niet. Oh. Zeg hallo. Hoe lang gaat jij mij nog detecteren? Dag Axel, welkom bij deze prachtige livestream van Final Fantasy. XV, de demo dan. Up he goes. You have discovered that ice lair. Sneak through the stones into the ruins.
Stegosaurus blijkbaar volgens Google. Hoe komen we plotseling bij een stegosaurus? All in a day's work. This is a checkpoint. Saving checkpoint. Oeh, waar is onze laatste dude? Agnes of zoiets? Of Ignis? Waar is Ignis naartoe? This way. Ah, hier is Ignis. Ik vraag me eigenlijk of wat het doel is van die pijltjes die naar boven staan te flitsen naast hun namen. Want bij mijn weten kan ik niets doen. Ik vraag me niet af of ik nu met een soundbug zit of niet. Want die kerel is aan het praten. En er komt tekst op. Maar desondanks... Denk dat de appelblauwe zeegroene tekst gewoon... noemde dat liplezen is dat hij doet. Yes, tum, tum, tum. Dus de bedoeling is dat dat beest naar daar gaat. Oh ja, kom maar bij gotcha. Eigenis blijven. Gladio gaat hier iets doen. Ook al weet ik niet wat Gladio gaat doen. Highness. Highness. Focus. Ik moet dat beest lokken. You will wake that eye, warp back to us with the beast in tow, and amid the chaos of the blast, land the finishing blow. Yeah, by all means. Nou, dus kijk op. Kan dat warpen naar daar, blijkbaar. Dus nu moet ik hem lokken. Yo. No time to dilly dally. Come and get me. Hoppa. Pronto. Going for it. Come on, Pronto. Kill the beast. Ja, dat zo makkelijk. Impeccable. Would be too easy, dude. Dacht al. Your Highness! This is no time for a nap. Not! Wat gaan we doen? Vechten of weglopen? That I cannot see out of his right eye, use his blind spot to your advantage. The size of him. I didn't know they made him that big. So, how do we take him on? Ow. One mistake could be our last. Ja man, maar zo ga ik er wel lang over doen hoor.
Item potion. Oh, kan ik niets doen om tegen hem? We should go. Hey, rescue. Allee, ik wil hem redden. What the fuck? Nee. Ouch. Ik denk dat mijn probleempje zit. Item, potion. Wel prachtige muziek. Denk dat ik dood ga gaan. Your Highness is dood. Game over. Continue from last checkpoint. GP Jurassic Park. Mijn naam is Amber, geboren in 1993. Er zit Amber in Jurassic Park. De film is uitgekomen in 1993. Illuminatie confirmed. Zegt ook, er is goed nieuws voor ons als HZNM fans. Aangezien het programma het goed scoort, zal wellicht een tweede seizoen krijgen. Oh, moet ik die voorbereiding nu opnieuw doen of wat? Abu ho ho. All in a day's work. Het zijn net mensen. Nou, ken ik ook niet. Je bent niet alleen, Alexius. Een schande, een grote schande. Nou, sorry. This way. Okay, let's try to kill the beast again. Zou ik dat niet kunnen overstaan? Nee. Zou ik al mijn potions terug hebben? Ja. Weet je het concept van scher en de schepping? Kijk, zie je? Volgens mij is dat liplezen dat hij doet. Ofwel hebben ze gewoon de audio nog niet opgenomen voor dat stukje, maar dat zou ik vrij raar vinden. Ja, stick with Agnes. Dun, dun, dun. Maar ik ken het plan al hoor, Agnes. Prompto. Ja? Prompto will set up the gas tank. Gladius. Of Gladiolus. Will, Gotcha. Zal het beest een goede hit geven en ik moet hem lokken, natuurlijk. Your Highness. Focus. Focus. Ja, het is goed. Ik zal het doen. Come on, beast. No time to dilly-dally. Opa. Maar eigenlijk dat beest is hij zo mee aan het fikken. En toch gaat hij dood. Oh yeah. Woo, we got some real chemistry here. That's what I call teamwork. Impeccable. Impeccable. Your Highness! This is no time for a nap. Not! Oh, get ready for the big one!
Allee jong, die heeft mij al bijna onmiddellijk. Item, potion, bla bla bla, drink, drink. Allee, drink dan toch van uw dranksken. Ja, oké, we gaan weer doodgaan. Potion. Oh shit. Oh, what the hell? All present and accounted for. Whew. Close call. Close call. Dacht even, save over. Ja, natuurlijk. Save er maar over. Ik ga het niet nog een keer doen hoor. Destinations updated. Let's roll. Time to meet the chocobos. I hear ya. Wow. Do you guys see what I see? Hmm. Yeah. Ziet er inderdaad speciaal uit, maar hoe raken we erop? Dat is I need to kick back a sec. Nou, eerst een kamp aanmaken. Ja. Rest. Ja, er is ook een day and night cyclus. En Final Fantasy 15. Ah ja, en ze krijgen ook altijd iets om te eten. Terwijl ze kamperen. Next. En dan worden er level aangevuld en verbeterd met het XP dat je verzameld hebt. Dus ik ben nu van level 6 naar level 8 gegaan. Woohoo, feestje! It's time. Onward. Onward. Naar waar moeten we nu? Set destination. Blijkbaar kunnen die een Dead Ice Lair. Ah, Lair, wat zeg ik nu? Dead Ice Lair kunnen we nog betreden later. Om hem af te maken als je beter geworden bent, natuurlijk. Want momenteel ben ik dus nog te zwak. Samen met mijn team. Dus dat is eigenlijk het doel een beetje van de beta. Beta of demo. Dat je Dead Eye gaat vermoorden, maar dat je waarschijnlijk eerst beter moet worden vooraleer je hem kan vermoorden.
denk dat dat een beetje het doel is. Een beetje sneller lopen. Noctis. Look at this. Fascinating. What? Have a look at this. Fascinating. Een rots. Een rots. So much for tracking the scent. Maar dat heb ik toch al gedaan, jongens. Dat heb ik 40 minuten geleden gedaan. Die rots uitgecheckt. Hij mocht wel iets sneller kunnen lopen, vind ik. Maar zwart. Zou dat misschien uw auto hebben in de volledige game? Want in de demo zit de auto niet. Dus dat is de auto die je kunnen zien hebt in de trailer. Die zit er hier niet in. Maar er rijden wel auto's op de baan. Er rijden wel auto's op de baan. Want met die auto's op de baan kun je ook een glitch doen, waarmee dat uit de map geraakt. Dus uit de map, uit de grens van de demo. Prompto, oh, over hier. Almost there. Dragon scales. Toen mij zo denken aan Pokémon, hè. Beesten die wel aanvallen. Maar ik heb daar nu geen zin in. Ik wil naar de Chocobo's. 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 Sporza is geen zender. Oh. Dude, zo grof die kerel. What the fuck? Robodogs, how rude. Kan ik nu al een van die beesten gebruiken? Nope. Boring. Be right back. Maar waarom moet ik dat nu uitchecken? Beware of the titles, yeah. Wow, that's adorable. Weet, kan ik hier echt niets doen? Ik zie toch alleszins niets dat ik kan doen. Hi, it's us again. We couldn't stay away another day. You have any birds in the Misschien heeft hij liever die vrouw die spastisch iets zegt. Thanks for keeping them hungry for us. Hmm.
Kan ik ze gewoon niet stelen? Nope. Keeping them hungry for us. Wat moet ik hier nu eigenlijk doen? Speak to the stable master at Chocobo Post. Maar waar is de stable master hier? Ik wil hem spreken. I gather you're all taking in the sights. Sure are a lot to take in around these parts. But you still clear that cave nearby if you know what's good for you. Wouldn't want that to be the last sight you see. I'm sure you're disappointed. But what's best for the birds is best for the riders. I'm disappointed. Totally. Totally disappointed. Much appreciated. Ja, okay, het zit er dus nog niet in. Om te beginnen met op chocobo's te rijden. Oh well, on foot we go. Lol. Ik ga geen 200 chill gaan betalen om in een caravan te zitten hoor. Nou, ja, dat zou inderdaad wel zo de echte next gen zijn. Moesten die keer. Oh, lol. Wat deed je Gladio daar? Lol. Ze spastisch erover springen. Wat is dat geluid, man? Ah, dat zijn Imperial Warriors. Die om de een of andere reden mij komen aanvallen. I'm impressed. Well, put it in the books. So, zou hij een auto kunnen stelen? Nee. Too bad. So sad. Heb die voertuigen een demo? Die auto van de trailer bijvoorbeeld? Nee. De auto van een trailer zit er niet in. Ik heb dat daarnet al een keer gezegd ook. Zit er niet in. Nope. Ja.
Ja, die ga ik aan mijn benen hebben. Het zou toch tof zijn moest ik er wel opslaan in plaats van in de lucht in het rond te slaan. Die, animal. Volgens mij is er nu net nog zo'n ding aan te komen van die corps. Nee? Nee, toch niet. Nee, nog zo één beest. Die, animal, die. Zo overdreven gewoon. Looks a lot of sketchy to me. Bad idea. Synthesizer geeft wat extra info. Ik heb het ook al gespeeld, erg de moeite, maar als het spel af is, moet het wel beter gemaakt zijn. Betere camera, etc. Ja, daar hebben ze wel een beetje hetzelfde standpunt momenteel op dat vlak. En ook, hetgeen wat ik wel heb, is dat het vechtsysteem redelijk beperkt is. Ik weet natuurlijk niet of dat jij dat ook had tijdens het spelen. Ik ben ook maar een leek in Final Fantasy. Ik ben er nieuw in, dus... nieuw. Ook niet volledig. Ik heb ooit op PS2 Final Fantasy X gespeeld. Dat is in een heel ver verleden. Lang, lang geleden. This is a checkpoint. You will return here if you are defeated. Met andere woorden, we gaan weer een keer doodgaan. Let's head in. Try not to... We're drifting into the deep end. Met Final Fantasy X had ook zo, hè, van die beesten die ik kon gebruiken. Dat was met die prinses, maar daarna ben ik vergeten. Die prinses die had ook zo'n beest dat ze kon inzetten. We must be prepared for anything. Everybody, stay alert. Hey, knock. Check this out. We moeten checken. Ja, om een duur ga ik hier nog verloren lopen. Ah nee, ik zal de chesten gevonden hebben. Ah,
I think I'm hyperventilating. Okay. Okay. Put it in the books. All's well that ends well. Come on, gotta keep moving. Okay. Synthesize is echt. Ik vraag me af waar de Vira en zo gebleven zijn, wat de Vira ook wel ook mag zijn. De summon is dan wel weer vet. En hoe doe je de summon? Ik zou misschien een beetje antidote kunnen gebruiken, denk ik. Nee? Item. Antidote. Ja, dacht het. Dat hij antidote nodig had. Dan zie je de grafische kracht van de PS4. Stel, dan moet je eerst unlocken met een quest. Oké. Even wachten tot mijn leven terug vol is. En het is ineens iets drinken. En dan als je bijna doodgaat, iedereen op zijn tweede HP-balk. Dan komt de summon je spectaculair redden. Ah, interessant. Wist ik niet. Je hebt allemaal de groeten van Lane. Ah, dus terug. We could crawl through. Don't lose your head. En... vanwaar het plotse contact. Ah, kut werken. Let's be done with this riffraff. This one's just for you. Ja, oké, ik ben weer vergiftigd, hè. Wat een domme idiote beesten, zeg. Brilliant.
Onward. Kom me nu alweer een antidote gebruiken. Dat haat ik dus, hè. Zo van die beesten die je zou kunnen vergiftigen en dan... dan dat gif zo blijft werken op u mee. Irritant. Oh jee, nog zo'n beest. Woehoe. Wow, ze hebben mij voor een keer niet kunnen vergiftigen. Wauw! Woe! En heb je Type 0 afgespeeld? Nee. Want de demo heb ik gewoon apart gekregen zonder Type 0. Dus ik heb gewoon een code gehad voor... Oh jong, doe me geen liever schieten zeg! Ik heb gewoon een code gehad voor de demo te streamen. Zonder Type 0. Onward. We zullen doen verschieten dat die beesten deden. Tum tum tum. We can slip through. Let's go in. Slow down a second. Ja, nu zie ik dus echt wel niets met die camera, hè. Serieus. Ja, ik ga weer verheftigd zijn. Woehoe, joepie. Stront B. Stop. Oh ja. Piep, 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 piep. Die muziek blijft wel machtig. Dat is iets wat ik altijd wel tof gevonden heb aan Final Fantasy, de soundtrack. Oh jee, yeah. Zo freaky scary dat die beesten zijn tonken. Gotcha.
Allez, slalom. That was out of control. Ja, man. Goblins. Goblins. Freaking goblins. Hadden we nu eindelijk wel door kunnen. Waarschijnlijk wel. Ancient blade. Okay. Can we activate it in combat? Well, and for the enemies. Weapons. Aha. So we've seen. Nice, nice, nice. Slow down a sec. Nog meer van die beesten. Ik denk dat Prompto... Prompto... Waarom lopen die beesten gewoon weg? Ik zal eerst onze maat daar een keer moeten gaan rennen, denk ik. My bad. Ja, en ben weer vergiftigd. Nice. Stupid freaking goblins. Zo vliegt er wel snel door, hè? Uw antidotes en potions. Als je zo van die legers goblins tegenkomt. Jepla. Oh,
goed bezig, ben ik goed bezig. Not. Nou, het gaan we daar net in slaan. Welk level ben je? 8, denk ik. Nog niet echt hoog. I know. Werkt inderdaad soms wel tegen. Iets moet zien. What is this place? Well, well. Yay! Nous sommes arrivés. Nou, is wel mooi gedaan, die lichteffecten. Neem een beetje denken aan Infamous. Noctis has assimilated a new Rahom will bestow his grace on Noctis. Rahom did not provide or experience in episode Scully. Exit the cavern. Yes, please. Heb je de summon nu, Queenie? Rahom is al summon. Ja, sla maar op. This is checkpoint, right? Okay. The prince is pauper. Kijken om een kampje op te zetten.
Oh nee, ik wil nu weer niet vechten. Leave me alone. Ik moet daar wel ergens zijn om... daar moet ik zijn. Oei. Dat hij geen deugd voor Noctis. Camp. Rest. Wel vechten en dan bijna doodgaan, dan summon je. Ah, oké. Okay. Wow, egg in the basket. Ik denk dat ze allemaal een paar levels naar omhoog zijn gegaan. Nice. Eet eens een beetje divers, Noctis. Dat is echt clochard. Ai, oh, let's go. Heb jij die glitch al geprobeerd, Synthesizer, om uit de map te geraken? Ik ga die wel eens proberen eigenlijk. Ik ga eens naar het einde lopen van de map. Om te zien wat die glitch nog werkt. Oh shit. Dat is weer van die kerels. Van onze Japanse Imperial Wacht. Let's have a fight. Let's... Ik wil een keer in een summon doen nog. Kom. Summon doen. Oké, nu heb ik summon gedaan. Wow. Oké, dat is wel vet gedaan. Yes, summon. Hoe dat die kerel zijn baard beweegt. Crazy shit.
What? Epic! Dat is dus summon. Nonetheless, I know now. I know why the tales are told. Oké, zo zullen we Dead Eye wel kunnen verslaan, nietwaar? Hevige summon en mooie inderdaad. Ja, wel. Inderdaad, crazy shit. Ah, is eigenlijk praktisch onverslaanbaar, waar? Met zo'n summon. Ben ik nu bijna aan het einde van de map? Ah, bijna. Ja, Behemoth Hunt is een makkie nu. Nou wel. Denk dat ook wel. Ja, don't see the point in running. The exercise will do you good. Perhaps we'd best cut our losses now. Yeah, whatever you say. Aha, hier zitten we aan het einde van de map. En nu nog een auto. Daar komt er een af. Allee kerels, gaat weg voor de auto. Kom aan. Uit de weg. Auto wil passeren. Ah, het is me niet gelukt. Crap you, car. Ik wil naar dat blauwe ding gaan. Kom. Kom ze. Ja, springt allemaal over de railing en blijft daar maar staan. Ik wacht wel op mijn auto. Hé! Hey, terug naar uw lijn. Sta hierachter, kom. Kijk nu snel dat er een nieuwe auto gaat komen. Wel een beetje dom dat het altijd dezelfde auto's zijn. Okay, ik heb nog maar twee types gezien. Dit is een gele Smallville truck. En dan zo'n iets grotere blauwe. Maar ik denk dat dat dezelfde auto zelfs is. Gewoon in blauw. Je kunt eigenlijk met de Chocobo spelen als je de demo uitgespeeld hebt, synthesizer. Kun je dan met de Chocobo's rondlopen of niet? Allee, kom. Waarom blijft er een auto? Tja. Waarschijnlijk is er maar één auto per keer. Ja, nee, het komt net heen en af. Verdorie. Kom, Hassen. Kom naar hier. Haast u. Haast u, kom. Oh nee, dan mis ik hem weer. Veel. Nou. Maar momenteel gaat het nog altijd niet. Zoals je ook niet met een auto kan rijden.
kunnen op die zwarte chocobo rijden. Hold on a second. Are these yesterday's vegetables? I didn't want the leftovers to go to waste. I asked you to throw out any leftovers, didn't I? But I figured the birds will eat them. Yes, I realized that the birds will eat the vegetables. Oh, good. Then it's settled. No, not good. Not settled. Yesterday's vegetables aren't fresh. Yeah, I know. But since they were leftover, You should have thrown them out! That's what I'm saying! The chocobos wouldn't even know the difference! You're the one who doesn't know anything! Oh boy. Yeah. Nah, that's an Amber and Crochard. Mrs. Duck and Crochard. Pets is a reason. Prompto! Nou, ik moet inderdaad nog Behemoth Quest doen. Ik zal die eerst doen nog. Om te eindigen. Ah, moest je gekeken hebben, hè? Dat wist je wel, het was hier. Gevecht. Laat mij alleen. Let's clean him up quick. Nee, ik heb geen zin om het te doen. Leave me alone. Ik wil gewoon dat ene beest gaan verslaan. Highness. Die een boom die we al dus een keer kapot gezien hebben. Ah, kijk daar, de zwarte chocobo's. De zwarte chocobo's. Hallo? Hallo? Ja, oké, dan niet. Hè. Just lost my appetite. Bet I know who did this. Ah ja, nog iets dat ik wel jammer vind in de demo dan, is dat Noctis niet kan zwemmen. En dat stoort mij enorm. Ik vond echt wel dat hij moest kunnen zwemmen. Want ik wil bij die grote beesten die in dat water zitten. En hij kan niet zwemmen. Ja, we zijn er bijna. I'm going all out. Just don't get too carried away. You want to talk. Waar is die? Daar is die. Thank you.
Zuzu. Sorry, while Mickey has summoning them. Summon. Oh shit. You will die, beast. Let's do it again. Judgment bolt. This is actually epic gemaakt. Epic. Takedown! Surprised we're still standing. This is it. The ticket to getting our car back. Yep. Feeling pretty proud right about now. I think I'm having a moment. Yeah, we'd better hurry over to Cindy's. Ja, ja, slaat er maar overop, overschrijf maar. Before we might reclaim our car, we'll need to claim the small fortune this behemoth horn should fetch. Oké. Moet ik nog volledig tot 20 stappen lopen? Die summon is echt wel cool gedaan. Op zich voor een demo is het wel nog een grote demo. Just don't let your guard down. Like, that's what I was gonna do. De plaats waar we nu naartoe gaan is denk ik zelfs de plaats waar dat allemaal begon. Waar de demo begon. Dus namelijk aan dat meer. Met die grote beesten. Die je plotseling wel zult zien. Ah, daar, kijk. Daar zijn die beesten. Dat zijn die beesten waar ik dus bij wil gaan zwemmen, hè. Maar ja, dat gaat niet, hè. That one looks more like the gas station than time for God. Look a tad out of place in the Crown City. Gotta love that smell, though, right? Stasis. Knocked! Time to trade that behemoth's horn for a behemoth cash. Yo, gast, ik wil mijn auto terug. Can't be too prepared. Much obliged. Het is niet bij die kerel daar moeten zijn, dus. Wat is bij haar? How goes it, Cindy? Ah, Jan Dade, dag Cindy. Don't need luck when you got skill. She's almost ready. How about y'all? We've been unable to raise the money as yet. Well, take your time. It's no rush at all. I hate to charge you, but we gotta stay in business somehow. We broke it. We bought it. She's a fine one, this girl of yours. And she won't take nothing less than the best parts.
Only one way to do it, and that's to do it right. All things considered, you're getting a steal. Yeah, don't think we don't know it. When we finally pay our bill off, we'll throw in a dinner, too. Best save that for Pawpaw. When I told him y'all broke down here, he was redder than Rama. Pawpaw. Maar bij haar zijn we toch al geweest. Wat moeten we dan nu doen? Waarschijnlijk verkopen of zo. Yo. Fine lady, you got fixing it too. Glad you all came by. Not too often we get a taste of the finer things down here. Ik hoop dat ik dat mocht verkopen. Anders ben ik vrijgejost. Hi Cindy. Op welke manier staat Cindy hier nu? Is toch ook wel zeer provocerend, hè, meisje? Uitdagend. Didn't mean to keep you waiting. Oh, don't you worry about that one bit now. We have what was in the estimate. Yep, that ought to cover it. So, reckon it's about time we got you back together with your girl. Nou kijk, rijden kunnen we dus nog niet doen, hè. Je kunt gewoon naar de ander punt gaan. Well, here she is. Come see for yourself. She's primed, prim and proper. I reckon you won't find a loose nut or bolt on her. We're in your debt. I'll say you are. I souped her up a bunch for you. I should charge you, but I'm not gonna. This one's on the house. That's awfully nice of you. Well, just make sure y'all come back to Hammerhead now, you hear? Count on it. Nowhere else we'd take it. Don't you forget it. Zou ik ook terugkomen, Cindy? Voor uw services. Mercy, Cindy. Oh, it's alive! Just let us know if you need anything. Well, won't be about repairs next time. Well, that's fine by me. We can tune her up however you like in the garage. All you gotta do is just bring her on in. So it's all right if we call you? Sure is. Pawpaw love having someone to talk to. We'll bring something by when we visit. For Sid, of course. Yeah. Time to hit the road. Thanks again, Cindy. Y'all take care out there. Ta-da! En zo zijn we aan het einde van de demo. Hint of things to come. Japanese audio only.
インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る障壁が崩壊、帝国軍は王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。また、亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そしてテネブライのフルーレ家令嬢、ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。うん。Ja, ik ben al in de grot geweest, jongen. Net de demo uitgespeeld. Saving game. Thanks for the tip, dude. Maar dit was dus de demo. En dat is ook het einde van onze livestream. Jawel. Bedankt om opnieuw te kijken naar de livestream. En binnenkort, normaal gezien woensdag, ben ik er opnieuw met een nieuwe livestream. Over deze keer een shooter, namelijk Battlefield Hardline. En als alles volgens plan gaat, zal er ook Benji van de partij zijn om zijn expertise over Battlefield opnieuw, zoals gewoonlijk, te delen met ons. Dus bij deze bedankt om te kijken naar Final Fantasy 15 episode en het moeilijke woord, The Sky. The Sky? The Sky. Oh well. Gewoon de demo van Final Fantasy 15. Wanneer is de Type 0 livestream? Die ga ik aan Mark overlaten. Als hij de game heeft. Ik denk wel dat hij de game heeft. En volgens mij zal hij die stream wel met plezier doen. Het is nu een beetje weer het tijdsgebrek voor, van hem uit. Dat ik Final Fantasy 15 heb gedaan. Want anders ging hij die ook gedaan hebben voor jullie. Maar ja, aangezien time is money en money is time, en momenteel had hij dus geen time of money, zwat, maakt niet zoveel uit. Maar Markske, hij zal wel de volgende keer de stream voorzien, hoop ik, van Final Fantasy. Ja, heb je het einde gemist met Cindy, Mrs. Duck. Lol. But oh well, thanks for watching en tot woensdag waarschijnlijk. Ciao.